Brabant testcase voor het hele land. Topkoeien op nationale rundveemanifestatie. En grootste trekker Ventvario 1050 op landbouwbeurs. Victoria Mengvoeders voor een voorspelbare en optimale fosforefficiëntie voor uw bedrijf. De beperkingen die provincie Noord-Brabant wil opleggen aan de veehouderij hangen mogelijk de hele sector boven het hoofd. Voorzitter Hans Huibers van de ZLTO weet dat het ministerie van Economische Zaken deze zaak nadrukkelijk volgt. Wat je heel vaak ziet is dat als hier dan zo'n beleid ontwikkeld wordt en het blijkt dan straks om wat voor reden ook bij de rechter wel haalbaar te zijn, want je hebt het hier eigenlijk over onevenredige eisen opleggen aan één sector. En stel dat dat door kan gaan, dan is de kans heel groot dat anderen daar ook naar gaan kijken. En wij voelen nu al wel, ook als wij op het ministerie rondlopen, dat er heel nadrukkelijk gekeken wordt hoe deze casus zich zal gaan ontwikkelen. En dat er ook gekeken wordt van als dat hier lukt, dan hebben wij nieuw instrumentarium om te gaan sturen. Je mag wel stellen dat wij een hele grote verantwoordelijkheid voelen. En dat we daardoor ook een bepaalde scherpte kiezen die we de afgelopen weken gekozen hebben. In Noord-Brabant neemt de actiebereidheid tegen de plannen van de provincie toe. ZLTO-voorzitter Hans Huibers zegt dat de ZLTO een rechtsgang overweegt als gedeputeerde staten volgende week instemmen met de plannen. Ik doe in ieder geval een beroep op al mijn collega's om de vrijdag de 7e ook aanwezig te zijn. We zien een politieke houding die eigenlijk geen ruimte voor de buitenwereld openlaat. En dit hebben we als ZLTO ook al gemerkt het laatste half jaar. Goede adviezen van de ZLTO werden totaal genegeerd. Ze hebben andere adviesbureaus ingehuurd. En die hebben ook de onmogelijkheden kenbaar gemaakt en er wordt niet naar geluisterd. Kijken naar de beste koeien van Nederland en kennis opdoen op het gebied van veehouderij. Vandaag en morgen vormen de IJsselhallen in Zwolle het decor voor de nationale rundveemanifestatie. De voorbereidingen voor de dochtergroepenpresentatie waren vandaag in volle gang. Een van de betere groepen hier was die van de KI Kampenstier Jotani. Morgen volgt de individuele keuring, waarvoor in totaal 210 runderen de ring betreden, waarvan 140 zwartbonte en 70 roodbonte dieren. De grootste standaardtrekker ter wereld stond deze week op de landbouwbeurs in Rijssen. De Ventvario 1050 heeft een 12 liter dieselmotor met 500 pk. Hij weegt ruim 14 ton en is 3,80 meter hoog. Ja, de meeste tractoren die 500 pk bezitten, dat zijn allemaal rupstractoren. Maar Fendt heeft sinds 2016 hebben ze de 1000-serie gepresenteerd. Dit is dan de zwaarste van de 1000-serie, de 1050. En ja, zoals ik al zei, 500 pk en een topsnelheid van 65 km per uur. Waardoor je dus erg economisch transportwerk kunt doen. Deze zwarte variant wordt gebruikt door een stratenmaker. Inmiddels rijden er 5 in Nederland. De meesten die zitten in de akkerbouwgebieden. Er wordt er eentje gebruikt voor het diepploegen. Er wordt er een gebruikt voor het versnipperen van hout. En in Zuid-Holland loopt er eentje voor transportwerk. 314 melkveehouders die hun melk leveren aan Friesland Campina zijn overgestapt op weidegang. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen 2017. Melkveehouders ontvangen hiervoor een weidegangtoeslag van €1,50 per 100 kilo melk. Vorig seizoen liet 78,2% van de melkveehouders hun koeien grazen in de wei. Wat de toename betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage is pas aan het eind van het jaar bekend. Tijdens de Appeldag donderdag in Neerijnen werden fruittelers bijgepraat over de mogelijkheden van high sensing techniek. De kennisdag op het fruitbedrijf van Jan Oskam werd druk bezocht. Zoals we het momenteel zien, zien we eigenlijk de technieken op te splitsen in bodemtechnieken om de bodem te bekijken, dus aan de hand van geleidbaarheid. En we zien gewassensoren, waarbij we dus bijvoorbeeld het biomassa of de hoeveelheid groen of misschien wel de contouren van een boom kunnen waarnemen. Naast het waar wij als Delphi bij in zijn gestapt, is het vruchten tellen aan de hand van ook beelden. Maar dan proberen we naast het vruchtentellen te bepalen bij iedere boom ook de vruchtmaat. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl.
Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws kijk op onze website nieuweoogst.nu of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube. Victoria Mengvoeders voor een voorspelbare en optimale fosforefficiëntie voor uw bedrijf.